Hoi, wat leuk dat je mee gaat doen met de Inktober Challenge. De challenge die morgen gaat beginnen. Inktober, niet bedacht door mij, maar door een Amerikaan, Jake Parker. Jake Parker is een illustrator en die was het eigenlijk een paar jaar geleden al, 2009, op een gegeven moment een beetje zat om alleen maar werk te maken voor zijn klanten. Nou, toen had hij wat bedacht, de Inktober Challenge. En had een challenge voor zichzelf bedacht om elke dag in oktober een tekening te maken naar aanleiding van een woordenlijst. Nou, die tekeningen die liet hij op de sociale media zien. En voordat hij het wist, had hij heel veel mensen die lekker met hem meededen. Ik dacht, laat ik het hier ook eens opzetten. En het zou leuk zijn als er heel veel mensen zometeen tekeningen uploaden in de Huddle. Nou, gewoon zodat we van elkaar kunnen leren. Hoe interpreteer je nou een tekening? Maar ook je eigen skills, je eigen vaardigheden verbeteren. En gewoon het normaliseren van lekker elke dag eventjes bezig zijn. Heel vaak is het dat men zegt van: hey, ik vind het wel leuk om ergens mee bezig te gaan, maar waar haal ik de tijd vandaan? En ik moet nog dit en ik moet nog dat. En dat is natuurlijk ook vaak wel zo. Heel vaak komen er van allerlei dingen tussendoor. En dan gaat het iets voor jezelf doen, wordt weer even aan de kant gezet. En nou, met deze tekenchallenge hoop ik dat je die draad een beetje oppakt en lekker wat maakt. Nou. Hoe uitgebreid je tekeningen maakt, dat is natuurlijk helemaal aan jezelf. Je kan echt uren aan een tekening zitten om hem helemaal perfect te maken. Of je kan tekeningetjes van 10, 15 minuten, of misschien nog korter zelfs, gaan maken. Nou, mijn tekeningetjes die ik ga maken, die zullen inderdaad ongeveer 10, 15 minuten duren. Gewoon omdat ik mijn tekenskills wil verbeteren. Maar daar dus niet uren aan wil zitten. Elke dag een beetje. En zo worden we een klein stukje beter. Inktober is zeker geen wedstrijd. Dus het is niet nodig of niet de bedoeling om heel erg te kijken van: oh, die is wel heel mooi. Deze is helemaal niet mooi. Of daar gaat het helemaal niet om. Het gaat gewoon lekker over je eigen proces. En dat is leuk om te delen. Als je het liever niet deelt, dat kan natuurlijk ook. Maar ik vind het eigenlijk wel leuk om wat werk van jullie te zien. Ik zal zorgen dat er elke dag, elke ochtend om 9:30 komt mijn tekening alvast online te staan in de Huddle. En het filmpje in de online werkplaats, hoe ik mijn tekening heb gemaakt. Natuurlijk kan je het filmpje volgen en daar ook mee bezig gaan. Maar je kan natuurlijk ook gewoon helemaal je eigen ding doen. Dat is eigenlijk een beetje ook de bedoeling, dat je je eigen werk maakt. Maar ik vind het wel leuk om even te laten zien hoe ik dat doe. Nogmaals, ik ga niet tekeningen maken waar ik uren aan zit. Ik probeer tekeningetjes van 10, 15 minuten te maken. Vind ik zelf ook nog wel een beetje spannend. Van hoe doe je dat dan? En wanneer stop je? Of hoe ver ga je door? Nou, noem maar op. We zullen zien. Ga vooral veel plezier maken. Voor Inktober 2022 heb ik zelf ook een materialenpakketje samengesteld. Het zijn eigenlijk de materialen die ik gebruik. Ik gebruik onder andere de acrylinkt zwart, een Mixed Media Journal van Van Gogh, de Pigma Micron Sakura Black and Cold Set, fineliners zijn dat, penselen, een witte gelpen. Een penhouder en kroontjespen met twee kroontjespennen, 2 mm en een 1 mm. Nou, verder grijs potlood. Ik vind het zelf altijd toch nog steeds wel prettig om eerst even een schetsje met potlood te maken. Nou, zal ik sowieso de eerste dagen nog wel blijven doen, denk ik. Nou, wie weet voel ik me straks zo vrij in het tekenen dat ik gewoon zonder potlood ga beginnen en gelijk met inkt. Maar eerst nog wel even. En verder zit er een zwarte marker bij. Morgen gaan we starten met het eerste woord, de waterspuwer. Ik heb er zin in. Ik vind het spannend en leuk tegelijk eigenlijk. Tot morgen.